vanaf volgende week maar start als spits, denk ik? Nou, liever niet. Ik blijf lekker achterin. En ik hoop nogmaals dat dit soort dingen niet vaak nodig zijn. Het ligt wel lekker voor jezelf, denk ik. Scoren is altijd lekker. Ja. Alleen nogmaals, ik ga mee omdat het nodig moet. Of omdat het nodig is. En ik heb liever gewoon dat wij het achterin dicht houden. En dat we voorin door middel van Virgil, Jeff of Meyfout, Joel, een goal maken. Niet dat een verdediger dat moet doen. Ja. Kun je omschrijven wat voor een rare wedstrijd dit was? Het was een hele rare wedstrijd achteraf. Ik denk dat je een prima eerste helft speelt. Waarbij je dominant bent. Je wint eigenlijk alle ballen. Zij leveren alles bij ons in. Je bent alleen ontzettend slordig in de eindpaas. Waardoor je niet door kan drukken naar de 2-0 en misschien wel de 3-0. Ja, en dan krijg je hem 1 minuut voor tijd. Krijg je hem tegen. Een wereldgoal moet ik zeggen van hem. Maar die goal is te voorkomen. Door miscommunicatie op het middenveld. Daarna speelt hij mij veel te makkelijk uit. Dan ga je rusten met 1-0 of 1-1. En in de tweede helft maak je afspraken om gewoon op dezelfde voet verder te gaan. En voor je het weet ligt die 2-1 erin. Wat een ontzettende domper is. Uiteindelijk red jij de punten. Nou ja, we doen het met z'n allen. De bal komt niet zomaar voor mijn voeten. Je staat er wel. Ja, ik sta er gelukkig wel inderdaad. En ik ben blij dat ik er sta. En als iemand anders dat had gestaan, het gaat om 3 punten. En niet wie ze maakt, wat mij betreft. En ik ben blij dat we hiervan winnen. Want het was nodig. En ik vind het wel erg beneden ons niveau dat we, als we hiervan hadden verloren, als ik eerlijk ben. Ja. Wat voor rare week hebben jullie achter de rug? Rare week. Dan doe je op trainer. Trainer inderdaad. Het is jammer. Zag je het aankomen? Ik persoonlijk niet, nee. Hij heeft een contract nog voor een jaar hierna. En naar mijn weten zijn we dan bezig ook richting volgend jaar. Je gaat geen kampioen worden dit seizoen, maar je probeert gewoon te handhaven en een mooie eindklassering voor elkaar te krijgen. En alvast met een schuin oog kijken naar volgend jaar. En dan komt dit in één keer. En begrijpelijk van zijn kant hoe dit het uitlegt. Je kan jezelf niet in 2 of 3 delen. Dus het is jammer voor ons, voor de club. Wat dat betreft een rare week. Maar we gaan er niet anders mee om. Omdat een trainer nu opeens gaat stoppen. We willen elke wedstrijd winnen. Komende week wordt jullie nieuwe trainer bekendgemaakt. Dinsdag of woensdag zal dat zijn. Zijn jullie gekend in wat voor trainer jullie zouden willen als spelersselectie? Wat wij zouden willen? Ik loop al wat langer mee en ik weet dat het ontzettend lastig is om een totaalplaatje te krijgen. De ene trainer is tactisch ontzettend sterk, geeft heerlijke trainingen en is minder een people's manager. En de andere is juist tegenovergestelde. En het liefst zoek je best of both worlds, zeg maar. Dus wat mij betreft zal dat zo'n trainer top zijn. Zijn jullie daarin gekend ook door het bestuur? Dus een vraag, wat willen jullie? Meegenomen? Persoonlijk bij mij niet. Wellicht dat Jeff als aanvoerder mee is genomen, maar bij mij niet. Geen spelersraad die zich ermee bemoeid heeft? Nog niet. Hij is al bekend, hè? Ja, is dat zo? Dat ga jij me nu vertellen. Wil je het weten? Nou, vertel maar. Henk Wisman. Oké, ik ken hem niet persoonlijk. Een paar keer tegen hem gespeeld. Maar als trainer, als persoon ken ik hem niet. Dus ik ben benieuwd. Deze week zal het bekend worden. Ik denk dat je gewoon kennismaking met hem maakt. 62 jaar wordt hij dit jaar. Trainer van Taleden. Heeft natuurlijk een ervaring in betaalde voetbal. Ja, dat klopt. Ik ken een beetje zijn cv, maar daar blijft het dan ook bij. Is het gevoel? Volgens mij prima. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Als ik eerlijk ben, nogmaals, ik ken hem niet persoonlijk. Dus dat zal kennismaking zal dat verder uitwijzen of we een klik hebben of niet. Ja, dat zien we dan wel weer. Dankjewel, man.